Wat voor vervolgopleiding wil je na je middelbare school gaan volgen? Die vraag leeft deze dagen bij veel leerlingen die de open dagen van studies in Dordrecht bezoeken. Daar krijgen ze informatie over wat de onderwijsinstellingen te bieden hebben. Zo ook bij het Da Vinci College op het Leerpark, waar je kunt kiezen uit heel veel verschillende opleidingen. We zijn op dit moment hier bij de kapsopleiding. U bevindt zich nu in de salon. Dat is een onderdeel van de kapsopleiding waarin echt de klanten eigenlijk geholpen worden door studenten. En wij als leidinggevend lopen er wel bij, maar ja, de studenten doen echt het werk. En er komen echte klanten hier, dus het is echt een onderdeel van de opleiding. Hoe lang duurt de opleiding? We bieden hem vanaf dit jaar versneld aan. Dus de niveau 2 opleiding duurt maar 1 jaar en de niveau 3 opleiding duurt zelfs maar 2 jaar. Hoe komt dat? Wij kwamen erachter, we hebben een groot onderzoek gestart en we kwamen erachter dat eigenlijk de opleiding voor het mooie net iets te lang duurde, waardoor de motivatie van de studenten toch wat weg begon te vallen. En we hebben een groot onderzoek gehouden en erachter gekomen dat wij toch wat onderdelen kunnen inkorten en daarom bieden we hem nu voor 1 jaar en 2 jaar aan. Ondanks de vele studierichtingen die je op het ROC kan volgen, proberen ze het voor de studenten op het Da Vinci College nog een beetje kleinschalig en overzichtelijk te houden. Deze opleiding, hier krijgen ze de opleiding verkoop, administratie en de opleiding logistiek worden hier gegeven. Eigenlijk zijn onze studenten komen, het lijkt wel heel groot, maar zitten ze eigenlijk maar in een, ja, eigenlijk een hele kleine omgeving waar ze les krijgen. Ja, is er veel animo voor? Ja, eigenlijk best wel. Het trekt hier behoorlijk aan en ja, we zijn ook weer vernieuwend. We hebben weer andere vakken die we geven en ja, op zich trekt het wel weer goed aan. Van de kappersopleiding en die tot winkelmedewerker door naar de zorg. Daar staat Marit klaar om toekomstige studenten te vertellen waarom ze voor deze richting heeft gekozen. Ik wil mensen kunnen helpen en ik wil eigenlijk later ook op het spoedhuis een hulp als verpleegkundige. Dus ik dacht, zo kan ik ook goed daarna doorgroeien. Dus vanuit verzorgende naar verpleegkundige. En misschien vind ik op mijn pad daarnaartoe wel wat anders wat ik leuk vond. Heb je deze open dag gemist, maar wil je wel meer weten over de studies van het Da Vinci College? Kijk dan even op hun website. Er komen namelijk nog meer informatiebijeenkomsten aan.